Hoi, ik ben Carlo en dit is mijn vlog nummer 3. Het is nu echt tijd voor New Hammond Sound. Met Leslie. Ik voeg daar een eerste layer aan toe. Ik kan het droge signaal, het orgelsignaal weghalen en dan hou ik alleen de bewerking over. Ik kan de eerste layer weghalen en alleen de digitale layer laten horen. Dat is het oorspronkelijke Hammond geluid, maar door effecten geroet. Dan hoor je alleen de effecten van Ableton. Kortom, ik kan heel traditioneel beginnen, maar uiteindelijk kan de sound mij meevoeren naar allerlei nieuwe wegen. Dat is eigenlijk waardoor ik zo geïnspireerd raak om met dit instrument aan de slag te gaan. Het maakt namelijk ook dat ik andere muziek ga ontwikkelen, ga schrijven. En ook in mijn eigen muzikale skills in die zin ook continu weer in een ander daglicht kan stellen. Je kunt je dus zo langzamerhand wel afvragen, is dit, ik noem het een modulaire Hammond, maar het is natuurlijk eigenlijk ook een soort van supercontroller geworden met als input altijd die oorspronkelijke Hammond-toon. Oké, op deze manier heb ik je al een klein inkijkje gegeven in de hele opbouw en het concept van dit instrument. In de volgende vlog ga ik daarbij het onderklavier betrekken en daar zul je zien dat deze eigenlijk totaal onafhankelijk van het bovenklavier ook weer de eigen sounds kan maken en dat die combinatie dus eigenlijk een zeer orkestraal, een zeer uitgebreid palet aan kleuren kan bieden. Vind je dit een leuke serie? Reageer alsjeblieft, abonneer je op dit YouTube kanaal. En ik zie je de volgende keer bij de volgende vlog.